kan me mijn eerste werkdag nog herinneren als de dag van gisteren. Met 11 man liepen wij over de steigerplanken door de modder naar binnen. De maanden die daarop volgden, werden de productieinstallaties van Eindhoven naar Born overgebracht. De omgeschoolde mijnwerkers konden aan de slag als autobouwers in Born. Ik heb de officiële opening van Koningin Juliana in 1968 nog meegemaakt. Na 50 jaar leef ik nog altijd mee met het wel en wee van VDL Netbar. Van deze 50 jaar heb ik 40 jaar mogen meemaken waarin ik gezien heb dat deze fabriek volledig is veranderd van een handmatige naar een volgeautomatiseerde fabriek. Ik ben er heel trots op dat ik met mijn team van engineers hier een grote bijdrage aan heb kunnen leveren. Maar de mens blijft de centrale factor in productie. Zonder de mens geen kwaliteit. Ik heb me spontaan aangemeld om hier te komen werken en kreeg meteen de kans om een BBL-opleiding te volgen. De mix tussen het leren en de praktijk past bij mij. Ik leer nog elke dag bij van mijn collega's. Ik wil graag doorgroeien bij VDL Netcar om het maximale uit mezelf te halen. En mijn begeleider is een topfan. Op naar de volgende 50 jaar. VDL Netcar, 50 jaar jong. Al 50 jaar bouwen wij fraaie auto's in Born. Nu de geweldige BMW X1 en de Trendy Mini. Een mooie auto, met en dankzij onze medewerkers. Een compliment waard en veel dank. We zijn geweldig trots op onze dochteronderneming VDL Netcar. Op het vakmanschap, betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers. In 2012 van de ondergang gered. En als je dan kijkt waar we nu staan, dan kun je inmiddels wel concluderen dat we heel wat met elkaar bereikt hebben. 50 jaar auto's bouwen in Born is een geweldige prestatie. Belangrijk is dat we ons allemaal realiseren wat we samen in handen hebben. En dat iedereen deelgenoot is van het succes, maar ook van de continuïteit van dit succes. We hebben geweldig veel vertrouwen in de toekomst. Kracht door samenwerking. Zo is het.